Gisterenavond rond 10 uur kreeg de politie een oproep vanuit dit theehuis in Sint-Jans-Molenbeek. Er was een groep aanhangers van de extremistische moslimgroepering Sharia for Belgium aanwezig. Wij hebben onmiddellijk verschillende ploegen ter plaatse gestuurd. Effectief in een café waren een 15-tal mensen aanwezig van de Sharia for Belgium. Dus bij de controle van die tijd is er onmiddellijk een vechtpartij ontstaan. Onze politiemensen hebben daar allemaal het meubilair van het café naar hun hoofd gekregen. Eén sharia-aanhanger moest naar het ziekenhuis met een hoofdwonde. De politie pakte 13 mensen op. Eén van hen zit nog vast, omdat hij opruiende taal verkocht. De politie herkende verschillende personen die betrokken waren bij de rellen van vorige week. Extremisten hadden toen opgeroepen om te manifesteren nadat een politiecontrole van een vrouw met een gezichtssluier uit de hand was gelopen. Molenbeek wil nu zoveel mogelijk sharia-aanhangers uit de gemeente weren. Maar het feit dat die mensen echt in Sint-Jans-Molenbeek gezorgd hebben voor onrust, willen wij weten met wie we te doen hadden. We hebben verschillende beelden in beslag genomen. Natuurlijk moeten we ook juist nog een naam op plakken. Dat is de reden waarom wij overgaan tot een controle van die personen. Het extreme Sharia for Belgium doet de laatste tijd zijn best om ook in Brussel voet aan de grond te krijgen. Ik denk dat zij vooral een groep zijn in Antwerpen en dat zij proberen nu ook natuurlijk aanwezig te zijn in sommige andere steden. En dat ze ook projecten hebben om aanwezig te zijn in Brussel en misschien ook naar Wallonië toe. Is dit verontrustend voor u? Laten we zeggen dat wij deze zaak zeer nauwlettend opvolgen. Het parket van Brussel is nu een onderzoek gestart naar Sharia for Belgium.